Deze groep van 80 olifanten heeft door de overstromingen in Thailand nog maar een klein stuk grond om op te leven. Dat zorgt voor problemen, want er is niet genoeg voedsel en drinkwater voor de dieren. Getting enough food and getting enough fresh water. That's been a huge challenge because so many roads have been blocked because of the floods. And shade. Shade is particularly important for the elephants. So that is, you know, this is not ideal situation because there is a lack of shade. Twee olifanten waren zwanger en zijn bevallen op het kleine stukje grond. De groep van 80 olifanten is nu dus 2 kalfjes rijker. This is our little boy. I can introduce you to him if you like. She gave birth at around midnight one night and we woke up to a wonderful surprise. De afgelopen maanden is Thailand geteisterd door zware regenval. Geëvacueerde mensen gaan weer terug naar huis. Maar voor de olifanten duurt het nog even voordat ze naar hun oude plekje terug kunnen.